vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk op de abonneerbutton, like deze video. Druk een belletje, blijf van alles op de hoogte als we online zijn. Ik ben thuis aan het werk, ik heb het erop zitten, dus allemaal dik in orde. Dan ben ik een heerlijke tosti aan het maken. Ja, ja. Wat een klein beetje is uitgelopen, maar goed. Dat kan, hè. Dus, ja goed, ik ga even lekker eten. Het is al wat later op de dag, dus, maar ja goed, man niks uit. Dus, ik ga toch even heerlijk smikkelen, smullen. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier nogmaals. Geniet van de beelden wat ik ga maken. En dan, ja, geef ons YouTube-kanaal door aan anderen. Zo, even kijken of die ook klaar is. Ik denk het wel. Och, heerlijk is dat toch, hè. Dus dat aparte brood moet ik zeggen. En wel heel erg lekker. Dus kijk, even lekker pulken. Hè? Ja. Dan hebben we dat ook weer heerlijk. Dus dan kunnen we dat ook nog lekker gaan eten. En ik hoop dat jullie er ook de lunch smaken. Dus laat het even weten. Ik ben eens benieuwd wat jullie aan lunch eten. Ben ik benieuwd. Laat het even weten in de reactie. Zo, dan ben ik weer helemaal klaar. Ja, ik neem mijn telefoon even mee. ik heb alles opgeruimd, want boven staat ook nog werk te wachten. Helaas, helaas, helaas. Het moet toch gebeuren. Dus ik ga heel even aan die was voelen, wat droog is. En wat gestreken worden en dat soort dingen allemaal. Daar ga ik heel even mee in de slag, want... Ik denk niet dat veel droog is met deze temperatuur, maar ja goed. Hopelijk wordt het iets wat warmer, want ja goed, dit is toch ook maar bar en boos met de kou. Hè? Maar ja, we hebben niks te willen, dat is een natuur en de natuur bepaalde. Dus ik ga even aan de slag. Zo, kijk eens. Dat is toch weer hartstikke mooi en geweldig. Dus, dat is dat. Er lag even wat op de grond qua stof. Ik ga nu naar beneden dit opruimen. Ik heb mijn schoenen heb ik aan, want ik ga zo even de deur uit. Ja goed, ik moet dat heel even, daar niet van, maar ja goed, sommige dingen moeten we eventjes doen. En dan is het weer prima. Dus, yes, ik ga er heel even vandoor. Ik laat even voor de boel wel, voor wat het is en dan is het prima in orde. We zijn zo blij dat we de werkdag erop hebben zitten. Zo, ik heb alles heb ik weer opgeruimd. En ik heb mijn schoenen en jas aan en dat soort dingen allemaal. Dan ga ik de deur uit en dan neem ik jullie gezellig mee. Ik vind het toch altijd leuk om te vertellen, hè? Nou, later. Zo, dan ben ik even hier even gestopt. Op mijn bankje even lekker te rusten. Hoppa, dan gaan we weer. Kijk, en hier stond de laatste hier van die koeien. Ja, die zijn al naar binnen omdat het dan te koud is. Dus ik weet niet of dat zo is. Mensen die dan in dat soort branche werken of dat zo is, laat het even weten in de reactie. Want ik vind dat leuk om te lezen. Dus ja, goed. Kijk, het is echt herfst. Ja. Ik weet niet hoe ver de bomen bij jullie kaal zijn, maar op sommige plekken hier in het zuiden, tenminste hier in de buurt, daar zijn toch wel behoorlijk hoge bomen kaal, moet ik zeggen. Ja goed, het is bar en boos met het weer de laatste tijd. Het is al een paar weken is het al koud en boah. Want vanmorgen ik ging weg naar mijn werk toe en ja, het leek net alsof het gevroren heeft, terwijl het ja, boven nul was, zou ik maar zeggen. Dus, maar ja, goed. Hopelijk wordt het nog iets beter. Hè? Want dat zou wel fijn zijn. Dus ja, goed. Ja, en dan zijn we ook weer dadelijk ook weer er doorheen. En dat is wel weer mooi door de kou. Hè? Dus ja, ik blijf nog even lekker zitten hier. Lekker bankie, heerlijk, met mooi uitzicht. Hè? Daar is iemand aan het, was aan het zagen. Met zzz, dus die moet bomen opruimen en dat soort dingen allemaal. Dus, ja, en dat is wel mooi.
Yes, we hebben er zin in. Hè? Ondanks de kou heb ik toch lekker mijn handschoentjes aan. Hè? Lekker dikke winterjas aan. Hè? De winterjas aan. En dan is dat wel weer hartstikke mooi. Dus, ik ga nog even hier chillen. Even bijkomen en dan gaan we weer er vandoor. Yippie! Ik ga dat mooie plekje verlaten met het mooie uitzicht. Ik ben blij dat het nog zo mooi weer is. En hier kwamen al een aantal mensen al hier langs. Dus die zeiden hallo, dag, weet je wel. Dat is toch prachtig, hè. Dit lijkt net alsof het lenteweer is, hè. Kijk, maar het is toch echt herfst. Ja goed, we doen er niks aan. Dus ik ga er weer vandoor. En dan zien we ons dadelijk weer. Yep. Kijk of hij het hier doet. Ik denk het wel. Ja. Stond zo'n dingetje stond daar. Ach ja. Nou, dat is weer heerlijk. Wow. Nou, ik ga betalen en dan zie je mij zo meteen. Zo, ik heb betaald, dus we kunnen weer voort en dan kunnen we weer andere dingetjes gaan doen. Dus ik ga nog even onderweg. Ja. We zijn zo blij. Yeah. Dus na een stukje rijden, dan hebben we dat ook weer. Dus, ja. Nou, ik ben thuis. En dan zijn we bijna compleet, want Daan is buiten spelen. Ik ga mijn jas uit doen. Toedeloen. Zo, we zijn weer even wat verder. Daan is ook weer thuis. Linda is tafel aan het dekken en ik ga kokkerellen. Wat gaan we eten? Heerlijke gebakken aardappeltjes. Duitse frikandellen noemen ze dat, hè. En hamburgers en de favoriete erwten en wortelen. Ja, ik neem jullie mee met het kokkerellen. Ik had het al een beetje al klaar gezet. Huh? En dan gaan we beginnen. Ja. Heerlijk. En dan gaan we dadelijk lekker koken rellen. Ja. Je curry erbij dadelijk? Ja, misschien. Oh, die mag ook op tafel hangen. Alsjeblieft. Dat is de beroemde saus. Even genoeg met dat open knippen. Hè? Maar goed, in principe eigenlijk wel vlug klaar moet ik zeggen qua eten. Ja, voor jou lekker uit. Hier is mijn zin. Die lepjes zijn poetsje. Ja. Oh ja. Ja. Yeah.
dadelijk weer even op. Hopla. Alles tegelijk. Goed, dat hoeft maar even warm gemaakt te worden. Maak het gewoon even passend. Zo, dan de taal is weg. Ja, voor jou lekker uit. Zo, dat is dat. Blijf opruimen, hopla. Dan zijn we de loggen weer kwijt. Hopla. Dan heb je wel ruimte voor te werken. Hè? En in dit geval, ja, voor te koken. Hè? Wacht, zal ik even laten zien. We hebben hier de echte worteltjes. Lekkere hamburger. Gebakken aardappeltjes. En de Duitse frikandellen. Dus, ja. Linda is met de kat bezig, hè? Ja. Moet ook even verzorgd worden. Tafel is al gedekt. Ja, tafel is al gedekt. En dan kan hij dadelijk ook lekker eten, hè? Ja. En ik ga even hiermee aan de slag. En dan komt er alles tegen orde. Dus, we gaan even verder. En dan kom ik gewoon met hem met jullie terug. En anders zien jullie het zo meteen. Het eten is klaar. Dus, ik hoef geen zin te maken, dat scheelt weer. Dan leg ik het hier even op het bordje. Hopla. Even zo. Daar. Zo. Dan hier. Dan leg ik nog die frikandellen. Zo, dan hebben we een lekker pot met vlees. Dan gaan we dat doen. Guten Tag! Ah, daar is die weer. Hallo. Nou, ik ga even wat anders doen. Zo, dat is weer dat. Eet is foochie. Ik ga even liggen doen, niet schrikken. Ah. Nou, het eten staat op tafel. Gezondheid, Linda. Dank je. Wij gaan lekker eten van de heerlijke gebakken aardappeltjes, hamburger, cheeseburger, hoe je dat mag noemen. En de heerlijke erwten en worteltjes. En niet te vergeten de Duitse frikandellen. Ja, voor mij is het hamburger. Maar goed, later. Zo, we zijn weer even met vader. We hebben lekker gegeten. En dan ga ik de boel even opruimen en dat soort dingen allemaal. Dus ik heb er even wat te doen. En dan komt alles weer klaar. Zo, we zijn weer even helemaal klaar. Dus alles is weer opgeruimd. En hier is Linda. Hier ook weer alles klaar. Daar is de kat. Nou, ik ga nog heel even naar boven, even de was nog even aanvoelen. En dan kom ik daarna bij jullie weer even terug. Yes. Like it. Zo, ik heb me de jas aangedaan. Dus ik heb de was boven even verzorgd. Was niet alles heel veel droog. Was net een broek wat ik kon nog strijken en dat soort dingen allemaal. Dus ik ga er vandoor. Ik neem Daan mee, want ja, wij gaan richting het voetbalveld. Wat we daar gaan doen? Dat zien jullie wel vanzelf. Okidoki.
heb ik jullie een keer meegenomen in het donker. Hè? Dus yes, we zijn hier bij Groene Ster. Tada! Daar is een... zijn de kleintjes zijn daar bezig hier. En dan Daan moet op het hoofdveld weer melden. Dus ga die kant op. Het is erg druk nou momenteel hier. Toedeloe! En zo zit ik hier even op de tribune. Want Daan heeft daar achter... Achterdoor... Heeft hij vandaag keeperstraining. Dus, en zijn groep is gewoon hier. Yes! Ja goed, we wachten even. Linda vroeg mij of ik Daan even wil brengen. Ik zeg, is goed. En dan kwam zij Daan weer halen, dus dadelijk. Ja, dus gezellig dat we hier op voetbalveld zijn. Zo, ik ga Groene Ster ga ik verlaten, dus hij is goed zijn best om te doen, moet ik zeggen. Dus ja, ik ga naar huis en dan kan Lennon dadelijk komen halen. Toppie! Zo, ik ben weer thuis, dus het was heel erg leuk, de keeperstraining. Is een keer wat anders dan gewone trainen, hè? Dus ja goed. Ik ga de vlog bij deze ga ik afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben, wij in ieder geval wel. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles en alles wat jullie wenselijk is. Wensen we jullie toe. En laat even een leuke reactie achter deze vlog. Dus... Bye bye, zwaai zwaai, tot morgen. Doei!